Vijf jongeren zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een ongeval op de Stokkelen in Eersel. De auto waarin de jongeren zaten raakte rond middernacht door nog onbekende oorzaak van de weg en sloeg over de kop. De brandweer moest eraan te pas komen om een aantal slachtoffers uit de auto te bevrijden. De vijf inzittenden zijn met ambulances naar het ziekenhuis overgebracht. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar het ongeval.